Studenten van de Hogeschool in Holland hebben in opdracht van de stichting De Vrienden van Woerden onderzoek verricht naar wat er moet gebeuren om Woerden beter op de kaart te zetten. Want dat is het doel dat de vrienden nastreven. Volgens Ralf Kolfschoten, een van de studenten die het onderzoek uitvoerde, blijkt dat Woerden een dorp is met een sterk ons kent ons gevoel. En daar moet gebruik van worden gemaakt. Wat wij uit het onderzoek blijkt, voornamelijk onder de geïnterviewden, de inwoners van Woerden, dat Woerden een dorp is met gevoelens daarvoor en het ons kent ons gevoel dat heel veel naar voren komt en dat ze mensen willen verbinden daarmee. En op wat voor wijze zou daar uitvoer aan gegeven moeten worden? Oftewel, hoe gaan ze dat aanpakken? Ja, wij proberen natuurlijk mensen bij elkaar te brengen. Door middel van bijvoorbeeld social media is daar een platform voor om mensen daarop te verbinden en om met elkaar te laten praten. De resultaten van het onderzoek moeten de vrienden van Woerden dus helpen om Woerden beter op de kaart te zetten. Voorzitter Mees Weststraten ziet daar vooral in eerste instantie voordeel voor de ondernemers in. Ja, aan de ene kant zien we dat we in de concurrentiestrijd met andere steden zijn. En Woerden promoten wil betekenen dat meer mensen Woerden ook gaan bezoeken bij manifestaties. Maar niet alleen manifestaties. Wat je ook ziet als je meer mensen naar Woerden ziet krijgen. Dat het sociaal, maatschappelijk, maar economisch ook een voordeel heeft. Dus mensen gaan in Woerden winkelen, gaan uit, gaan in kroegen, gaan eten. Vertel dat weer tegen andere mensen die ook op bezoek komen. Gaan manifestaties van een koeienmarkt of een streefmarkt of vakantieweek bezoeken. Dus dat heeft een meerwaarde op de kaart om Woerden neer te zetten. En bekendheid te geven naar buiten toe. Goed dus, klinkt mij zo in de oren. Voor de ondernemer, maar ook voor de Woerdenaar. Want die ziet op een gegeven moment zijn terrastafeltje in gebruik door iemand uit Utrecht of Schoonhoven. Ja, het zal tweeënlei zijn. Ik moet wel zeggen dat de onderzoeken aangaven bij mensen die we geïnterviewd hebben dat ze alle trots op Woerden zijn en die bescheidenheid wat willen ophemelen van en moeten mensen bezoeken, willen we bekend worden. En dan zal het drukker worden, maar dan heb ik zoiets. Ik vind dat we dan in de uitvoermogelijkheden moeten bedenken dat we die meer bezoekers bij een nieuwe havendag die we gehad hebben, noem maar op, en bij een kroeg en bij een restaurant enzovoort, op kunnen vangen en die aanwas ook aankunnen. En denken vanuit mogelijkheden, van perspectieven en niet vanuit angst of terughoudendheid. En ik ga je vertellen, de Woerdenaar is wel bescheiden, maar wat dat betreft wil die graag wel iets meer doen. De stichting wil vooral organisaties die op toeristisch gebied actief zijn, met elkaar verbinden en laten samenwerken. De rol van de gemeente Woerden is daarbij volgens wethouder van Economische Zaken Bob Duindam maar heel klein. Wij hebben een hele beperkte rol als het om dit soort zaken gaat. Wij zorgen ervoor dat we mensen kunnen faciliteren dat ze dit soort dingen kunnen oppakken. Maar de gemeente moet vooral zelf niet het idee hebben dat ze toerismepromotie kunnen gaan invullen. Waarom is die promotie van het toerisme eigenlijk zo belangrijk? Het wordt hier alleen maar drukker met al die toeristen. Nou, vind je het echt heel erg druk? Ik vind het wel meevallen. Nee, maar dat is toch het streven? Het streven is om het hier drukker te maken. We hebben hier heel veel ondernemers die de positie in het Groene Hart op een prachtige manier weten te benutten. Zonder dat we daardoor een massatoerismestad worden. Je gaat hier nooit een groot pretpark krijgen of een Efteling-achtig park. Het blijft landelijk, het blijft rustig. Maar daarbinnen is nog heel veel mogelijk. Gaat u wel concreet dingen in samenwerking met de Vrienden van Woerden tot stand brengen? Jazeker. De doorstart van het VVV is waarschijnlijk een moment waarop we gaan zien hoe dat gaat uitpakken. De stichting Vrienden van Woerden streeft ernaar nog dit jaar meer naar buiten te treden. En haar doelstelling het beter op de kaart zetten van Woerden in praktijk te kunnen brengen.